De titel van het boek is Collages en Assemblages. En het is uitgegeven ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Verbeke Foundation. Ze beschikken over een grote collectie van een 6000-tal werken. En voor het boek zijn ongeveer 2200 werken geselecteerd en getoond over 1008 pagina's. Het is ontworpen als een lange stroom van beelden. Er zijn geen headings of scheidingen tussen de werken van individuele kunstenaars. Je loopt vrij natuurlijk van het ene werk naar het ander. Er zijn verschillende aspecten die daarin helpen. Bijvoorbeeld de transparantie van het papier was redelijk belangrijk. Het is, omdat het zo'n groot volume is, is het tamelijk dun papier. En de bedoeling hiermee is om al die werken samen te laten komen in één volume en zo het karakter van de collectie naar voren brengen.